Jongens, welkom bij een nieuwe Gamers at Gear. Het programma waar we iedere week de laatste tech gadgets en gear bespreken. Naast me zit Tom, ik ben Peter en deze week gaan we de niche in. We gaan namelijk de wonderenwereld bezoeken van de capture cards. Tom, wat is een capture card? Een capture card is gewoon heel simpel. Als jij een YouTuber of een Twitcher wil worden en je wil gameplay van je console op je PC hebben om te streamen of op te nemen, dan heb je daar een doosje voor nodig en die neemt dat op. Ja, en bij Gamersnet.nl gebruiken wij zelf de HD60 van Elgato. Daar hebben we er een aantal van. We hebben er twee hier liggen en één in mijn computer. Daar streamt Tom bijvoorbeeld op zijn Xbox One op. Friday Night Live hebben we mee opgenomen. Ik heb er op Wii U mee gestreamd thuis. Dat is wat wij gebruiken, de Elgato HD60. En het is verre het bekendste merk wat de meeste mensen gebruiken. Ja, nee, inderdaad. Als je vraagt aan een streamer of een willekeurige YouTuber, dan is het welke capture card gebruik je. Dan is het 9 van de 10 keer is het de Elgato. Maar die is wel aardig prijzig. En wat blijkt dus, wonder boven wonder, zijn er ook concurrenten van Elgato die het voor iets goedkopers doen. En dat is dus bijvoorbeeld de Taiwanese AverMedia, waar we hier een capture card van hebben liggen. Ja, niet zo'n sexy naam. AverMedia. AverMedia? Nee. Elgato klinkt toch lekkerder. Maar goed, ze hebben ook nog eens een veel groter aanbod dan Elgato. Ja, je hebt echt een heleboel verschillende. Je hebt capture cards die als een standalone box kunnen werken. Specifieke die meer gericht zijn op opnemen. Andere die meer gericht zijn op streamen. Maar ze hebben sinds kort de Live Gamer Extreme. Wat eigenlijk hun paradepaardje is. En dat moet dus die Elgato HD60, de meest gebruikte capture card, conqueren. Ja, maar is dat niet het probleem? Is dat ze te veel types hebben? Ze hebben wel aardig wat types, dus het is wat meer misschien zoeken van wat past bij mij. Terwijl bij Elgato is het gewoon, ik wil de beste klaar. Ja, betaal er dan ook wel voor, want dat is vaak €169 begint die Elgato vaak. Of als je fout zoekt en de foute webshop aanklikt, dan koop je hem echt voor €200. Terwijl de Live Gamer Extreme zit standaard al iets meer rond die €150. Dus die is een heel stuk goedkoper. En dat is dan de beste, hè? Dat is echt het paradepaardje en dat is eigenlijk veruit de beste ook. En die doet ook dingen echt dat ik dacht, gewoon beter voor een goedkopere prijs dan bijvoorbeeld zo'n hele toegankelijke Elgato. Maar waar let jij op als jij reviewt nu voor deze capture card? Ja, het is waar voor mij opnieuw. Ik heb er een boel gehad, maar ik vind vooral belangrijk dat het een goede kwaliteit heeft. Dus dat het 1080p kan opnemen en kan streamen en 60 frames per seconde is. Yeah. Dat die pass-through goed is. De prijs is heel belangrijk en natuurlijk hoe toegankelijk die is. Want Elgato is inderdaad wel heel makkelijk met de stekkertjes. De HDMI erin, HDMI eruit, eentje naar je PC. Eventueel nog een audio jack. Dat doet deze heel anders, de Live Gamer Extreme. Die heeft bijvoorbeeld ook USB 3.0, waar Elgato USB 2.0 heeft. Dus deze die heeft veel minder delay. Ja. Die gaat sneller, heeft een hogere bitrate. En het leuke is, want dit valt me wel heel erg, dit vind ik toch wel leuk. Je hebt nog specifiek een aux-in voor microfoon jack, voor je microfoon of voor bijvoorbeeld muziek. Dus dat je gewoon je iPod erop aansluit om daar een muziekje mee te draaien. Okay. Of dat je gewoon je microfoon met een jack erin steekt en dan dus dat ook direct via de capture card op kan nemen of zo kan streamen. Okay. Waarom is het daar fijn? Voor sommige mensen die niet een enorme setup hebben met allerlei verschillende microfoons en zo, of dat jij niet iets kan fixen dat je ook nog een muziekje draait omdat je je game al groot op je beeldscherm hebt staan, zou je dat dus gewoon met je mobieltje ernaast kunnen doen. Precies. Of gewoon met een simpel microfoontje. Ja, dat is wel handig. Ja, dus wat dat betreft is die wat toegankelijker en kun je hem wat sneller professioneel inzetten zonder ook, alle gear erbij. Ik zie hier ook component. Betekent dat je ook retro kan gamen? Retro niet, maar je krijgt bijvoorbeeld wel al het kabeltje meegeleverd dat je ook een PlayStation 3 met die componenten erop aan kan sluiten. Of een Xbox 360. Dus wat dat betreft is die wat ook wat toegankelijk, omdat je meteen al de kabeltjes erbij krijgt om niet alles met HDMI aan te sluiten. Mag ik zelf mijn favoriete feature laten zien? Oh ja, dit is natuurlijk Peters favoriete feature, het customizen. Het customizen. Je kan nieuwe kaartjes erin leggen, zodat je het uiterlijk van het apparaat verandert. Ja. Dat is echt heel grappig. Het is wel. Dat heeft Tom toen gedaan voor de DDG-stream met Super Mario Maker. Ja, het is op zich wel leuk dat je capture card, het staat toch ergens op je bureau waarschijnlijk. Dus dan kun je af en toe. Hij is wel iets groter dan bijvoorbeeld de Elgato, maar je kunt hem zo tenminste wel een beetje customizen naar je eigen smaak. Jij bent heel tevreden over dit ding, want hij doet de USB 3.0, is dat daadwerkelijk letterlijk een voordeel? Ja, USB 3.0 is echt een voordeel. Je hebt gewoon minder delay op je game zitten. Dus het gebeurt niet één op één op je PC als hetzelfde wat je ziet op je console. Maar wel echt een heel stuk sneller, plus de bitrate kan een stuk hoger. Want waar de Elgato maximaal 40 MB per seconde ondersteunt, Live Gamer Extreme 60.
Okay. Dus de kwaliteit is gewoon beter of sneller of hoe je het wil zeggen. Of je kunt een veel grotere file maken van dezelfde beelden. Ja, dat gaat dan om het opnemen. Maar gaat ondersteunt Twitch dat ook? Gaat ja, dat nee. zo hard? Het leuke is, je krijgt ook voor de prijs krijg je ook meteen automatisch 3 maanden XSplit erbij. Okay, wat nice. Ik wel vet vond. Hij werkt heel goed in XSplit. En ja, als je zelf een beginnende streamer of zo bent. XSplit is ook wat wij gebruiken. Is een heel fijn betaald streaming software ding. En daar werkt hij gewoon volop goed mee samen. Dus echt... Ja, het beviel mij heel erg goed om gewoon alles ook 1080p, 60 frames per seconde, goede bitrate. En je PC smelt er niet van weg, want de video codec gebeurt hierin en niet in je PC. Is dat bij deze anders? Dat is bij de Elgato overigens ook zo, tenminste de HD60 model. Ja, deze processeert, processed zijn eigen video in plaats van dat jij dat doet met je eigen PC, waardoor je je PC dus weer minder belast. Maar ja, dat heeft de Elgato dan bijvoorbeeld ook. Ja, maar jij was eigenlijk op zoek naar een goedkoper alternatief die eigenlijk nog beter was. En dat ja, heb je gevonden. Dit is een goedkoper alternatief en ik vind het daadwerkelijk beter dan Elgato. Dus dit hadden wij eerder moeten weten. Dit kregen wij ook van AV Media. Wat is dit dan? Dit is eigenlijk weer de directe concurrent op de Elgato HD. Niet de HD60, maar de HD. Dus 1080p op 30 frames per seconde maximaal. En ja, 720p. Maar je ogen kunnen maar 25 frames zien. Dus waarom heb je 60 nodig? Ik ben een console gamer, dus 3 frames per seconde is genoeg. Zo waar. Nee, maar dit, ja, dus één stapje terug. Ook in de software is hij net iets minder. Maar hij is wel €100. Dus dat is relatief goedkoop. En dat is ook weer een stuk goedkoper dan de Elgato HD. Die dan vaak weer voor, wat is het, 140 of zo op de kop gaat. Dus okay. Het is... AV Media heeft hetzelfde aanbod, net iets toegankelijker her en der, maar gewoon een stuk goedkoper, jongens. Ja, goedkoper, maar wel minder toegankelijk en ja. moeilijker, want ze hebben meer dingen. Minder duidelijk. Als je echt gaat kijken naar wat voor capture cards ze allemaal hebben, ja, Elgato heeft er dan 2 of 3 als je de interne mee rekent en AV Media heeft er echt iets van 20 of zo. Dus... Ja, ik vind dit slimmer, hoor. De Elgato is ook maar 1 gamers net t-shirt. Ja, precies. Ja. Als jij houdt van weinig keuze, Elgato, als en je houdt van... En een naam. Ja, inderdaad, Elgato klinkt iets sexier dan AV Media. Maar als je het mij vraagt, betere kwaliteit voor minder geld, ja, AV Media capture cards. Mocht je nog willen beginnen met een Twitch kanaal of een YouTube kanaal, whatever. Nou, leuk. Dankjewel, Tom, voor deze mooie instructie in de wondere wereld der capture cards. Ja. En binnenkort ook geschreven review over allebei de capture cards natuurlijk. Voor als je alle specificaties en alle precieze getalletjes wil weten. Ja, precies. En binnenkort magnetrons bij Gamers at Gear. We gaan toch de niche in, hè? We gaan de niche in. Welke magnetron brownie is het best voor je gamesessie? Nice.